Ben je er klaar voor? Nee! Nog zo, ja, bloemen snijden. We moeten dan als je dan. Hoi en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik. Mama! Hoi en welkom terug op mijn kanaal. Mama, je moet wel even in beeld komen. Ja, maar. Hoi en welkom terug op mijn kanaal. Hoi en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En zoals je kan zien, ben ik vandaag niet alleen. Ik ben namelijk met mijn moeder. Hallo allemaal. Vandaag gaan wij twee maskertjes testen. Nou ja, er zijn wel twee dezelfde maskers. Het is de Incredible Pore Mask van May Beauty. Het belooft je poriën helemaal ja, schoon te maken. Dit heb ik opgestuurd gekregen voor een video. Dus ik dacht, ik neem mijn moeder erbij. Dus ben benieuwd naar het maskertje en heb je zin in deze video? Doe dan gezellig op als je duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we beginnen. Even kijken, het zegt dus dat je het maskertje moet aanbrengen met je vingers. Ja. Maar ik heb twee kwasten erbij gepakt. Ik vind het wat makkelijker. Hmm. En je moet het 20 tot 30 minuten laten zitten. En dan wordt jouw huid veel schoner en zachter. Kijk, die van mij is echt helemaal aan één kant. Kijk, dit is hoe het maskertje eruit ziet in het bakje. Het is helemaal één kant opgeschoven. Ik vind het heel erg naar sauna ruiken. Oh ja. Even kijken, misschien moeten wij. Ja, ruikt wel lekker. Heel verzorgend. Misschien moeten we even onze poriën laten zien van dichtbij. Moet dat? Nou, dan kunnen we het aanbrengen. Had je je spiegel meegenomen? Ik wel, ja. Oké. Zo, en ondertussen wou ik je een paar momtag vragen stellen. Er is zeg maar een tag op internet en die. Wat is het? Een tag, ja. Ja, is een soort. Ja, hoe leg je uit wat een tag is? In ieder geval, er is een soort van een spelletje bedacht door YouTubers. Mm-hmm. Die dan video's met hun moeder gaan opnemen. Oké. En dan hebben ze dus een paar standaard vragen bedacht. Dan ga ik je een paar vragen stellen. Hoe was ik als kind? Hoe was jij als kind? Ja. Ja, ik was heel een verlegen meisje. Verlegen meisje? Ja, een verlegen meisje. Waar, ja. Eigenlijk, je kon op zich ook wel, als het nodig was, ook aanwezig zijn, moet ik wel zeggen. Ja. Maar, nou, als ik aan jou denk als kind, dan denk ik van, je was ook heel, nou ja, heel stil. Je was eigenlijk heel, heel erg op mezelf? Op jezelf ook. Ja, dat vooral. Wat vind je ervan dat ik YouTube-video's maak? Oh, je vindt dat hartstikke leuk. Ik ja? Zie, ja, zeker. In het begin moest ik er wel wennen, dat ik moet iedere keer wel kijken. Ja, dat is echt zo, want dan dacht ik van, goh, YouTube, wat moet ik dan? Ja. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik kan eigenlijk ook niet wachten voor een nieuwe video uitkomt. Ik vind het hartstikke leuk. Heb je meiden dan van jou ook wel? Ja, want jij kijkt ook wel veel van mijn vriendinnen. Ja, ja, dat klopt. Die doen allemaal hartstikke goed. Ik vind die allemaal stuk voor stuk wel echt hartstikke goed hoor. We hebben vroeger zulke dingen nooit gedaan, hè? Nooit over. Nee. Überhaupt, nou ja, toen was dat nog niet eens. Maar daar hebben we nooit van gehoord. Van internet hebben we nooit van gehoord. Nee. Dat is wel wat, hè? Maar ja, wat jullie allemaal wat doen. Ik vind het hartstikke knap hoor. Ik like die allemaal, echt. Ik like die allemaal. Ja, ja. Nou, jullie horen het. Ja. Nou, ik heb wel echt een hele dikke laag nu. En ik dan? Want ik heb alles opgemaakt. Ik heb het eigenlijk ook niet. Maar daarom, kijk, moet het ook bij mij? Nee. Ja, dat, ik heb het dus ook in mijn haar. Dat hebben wij niet goed aangepakt, moet ik zeggen. Nou, ik doe ook niet mijn hele voorhoofd. Want ik weet dat ik hier heel veel haar heb, dan doe ik dat niet daar. Ah, nou, dat is wel wat. Even kijken, dan heb ik een volgende vraag. Gospodin. Als je de kans had om mij een andere naam te geven, hoe zou ik dan heten? Artyom. Artyom. Ja, maar dat is als ik een jongen was geweest. Ja. Ja, Christina hebben mij gelijk uitgekozen. En er was geen andere alternatief. Want er was of Artyom of Christina. Oh ja, dus als ik een jongen was geweest, was ik Artyom. Ja, deze dus. Ja, maar ik hoorde dus van mijn oma dat. Oh ja, dat is ook zo. Je oma was ook wel nog. Ja, zij wou heel graag
Inesse. Inesse? Mm-hmm. Ik dacht Malina. Malina? Dat zei ze een keer. Nee, dat was gewoon Inesse. En als jongen was, wou ze jou Tomukas. Tomukas noemen. Tomukas. Ja, oh, wat grappig. Waar zie je mij over 10 jaar? Ja. Dan ben ik 32. Och jezus. Waar zie je jezelf dan? Ja, dat weet ik niet. Nou, hoe kan ik dat weten? Ja. Nou, niet hier in ieder geval. Nee. Dan ben ik wel hopelijk een huis uit. Nou, denk ik ook wel, ja. Dan denk ik dat jij al je eigen BMW hebt. Ja, toch wel, hè? Ja, denk ik wel, ja. Zit die erop? Ja, dat denk ik wel. Zit ja. Wel goed? Dan gaan we nu even een wekkertje zetten over 20 minuten. Mm-hmm. En dan zijn we zo terug. Oké, okay, maskertje hebben we inmiddels bijna 20 minuten op. Mm-hmm. En maar het trekt zo erg. We kunnen gewoon ons gezicht niet meer bewegen. Ik kan ook niet lachen, dat is gewoon zeer. Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Kijk. Dat het zo... Ja, dan houdt ze er een vinger in. Ja, ik hou er persoonlijk niet zo erg van als mijn masker trekt. Maar dit trekt ook zo extreem. Dus hopelijk hebben we dan wel een mooi resultaat. Ja. Nou, we hebben een maskertje eraf gehaald. En we waren ermee bezig. En we keken elkaar aan van... Hè? Van, ja. Wij konden het echt niet geloven dat het na één keer... Want mijn mama ook zei... Maar waarschijnlijk moet je het vaker gebruiken om resultaat te zien. Ja, maar na één keer dachten we van... Wow, ik denk echt dat de helft al wel weg is. Ja, en de huid ook, voelt ook heel schoon aan. Heel schoon, klopt. Maar het was wel heel moeilijk om het eraf te krijgen. Ja, we zaten echt te boenen. Ja. Dus maar je goed. Voelt het wel echt. Maar we zijn wel heel erg rood geworden. Dus ik denk dat het best wel... Ja, het is een beetje agressief. Agressieve spul, inderdaad. Nou goed, maar ik verbaasde me wel. Ik verbaasde me er ook echt over. Het was echt meteen zichtbaar. We haalden het weg zo bij onze neus. En het was van... Hè? Je zag het gewoon meteen. Ja. Het is niet helemaal weg. Dat niet. Maar je ziet het wel echt. Ja. En mocht je nou dit maskertje ook willen. Of iets anders van May Beauty. Dan heb ik ook nog een kortingscode voor jullie. En niet vertellen. Ik wil niet. Maar jij mag die ook gebruiken. Oh, wat goed. Nou, vertel maar. Die komt hier in beeld te staan. En voor verdere informatie kan je even in de beschrijving kijken. Dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei! Doei!